kijkers van Watchtracker, welkom bij deze nieuwe Let's Build van Helm's Deep. We zijn er vandaag weer met Dennis. Zeg eens hallo, Dennis. Hallo. En in de vorige aflevering zijn we eigenlijk met deze muur bezig gegaan. En we gaan nu bezig met de... Ik heb net al 3 keer gevraagd of zo, maar kan je nog 1 keer zeggen? Hornbug. De Hornbug. En in ieder geval... wat een beetje de bedoeling is dat wij dit verder gaan doen. Ik heb mijn camera in een andere stand staan, dus dan ziet het er misschien heel anders uit voor jullie. Maar ik vind het wat fijner in verband met de lichtinval, dus we doen het maar gewoon 1 keertje zo. Hier, dat was precies hetzelfde aan het denken. Maar wil je hem breed laten lopen? Of? Ja, doe maar breed. Mm-hmm. Maar wil je hem hier dan weer in laten zakken of wil je... Hoe doen we dat? Ik denk dat we hem ook gewoon zo kunnen doen. Dat we hem een stuk zo doen. En dan gaat hij hier in het midden gaat hij weer naar binnen toe. Hoe klinkt dat? Want op zich is het wel een hele steile toren. Hier achter loopt toch eigenlijk ook al die berg weer dan, of niet? Nee. Nee? Nee. Oh, dat dacht ik altijd. In ieder geval in het spel lijkt het wel zo. Maar hier kunnen we op zich... ik zit even te denken wat met meerdere verschillende soorten steen te gaan werken. Dus we kunnen hier kunnen we wel eventjes een leuk figuurtje in maken met dit te doen. En dan, ja, hier precies dit. Gewoon... Bel. Ja. Maar goed, in de vorige afleveringen zijn we dus eigenlijk al best wel ver. We zitten nu al bijna aan het innerlijke fort. De buitenkant heeft gewoon veel tijd nodig, maar de binnenkant gaat zeker ook nog veel tijd gebruiken. Dus het kan nog even gaan duren, maar het schiet wel lekker op. Hoe lang denk je dat we, hoeveel afleveringen denk je dat we er hier nog mee bezig zijn? Met die toren? Ja, met die gele toren. Deze toren hoop ik eigenlijk eentje. Of ik bedoel... Fort. Ja, het fort. 4, 5 of 6 nog wel. Ja, zoiets. En dan moeten we nog iets van 2-3 gangen maken. En dan moeten we heel het gebouw nog maken, het plein nog maken. En nou zijn we nog wel even mee bezig. Yes. We hebben ook nog even deze nodig. Ja, perfect. Maar ja, eigenlijk hebben we dit ook een tijdje laten liggen omdat Dennis op vakantie was. Vandaar dat het dan wat langer heeft geduurd voordat we eigenlijk weer een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En waarschijnlijk gaat dat straks ook wel weer wat langer duren in verband met dat iedereen weer naar school toe moet. En ik ook weer. Ja, je zou niet denken, maar ik moet ook gewoon naar school toe. En Dennis ook nog, want hij gaat naar de schilderschool. Wat? Je gaat dan naar de timmerschool of... De schilderschool. Oh nee, dat was een andere vriend van mij. Die gaat naar de schilderschool. Wie? Danny Notkamp. Vandaar dat er nou op kwam. Sorry, mijn naam is Corrie. Maar zal ik deze kant van de muur maken dat jij... deze kant van de toren en dat jij dan de bocht maakt en dan kunnen we weer een stukje verder. Oké. Oké, top. Maar goed, hoe gaat het eigenlijk met jouw Let's Build serie? Want jij hebt natuurlijk ook een Let's Build serie. Ga daar ook weer beginnen. Ja, we gaan straks ook nog even voor hem opnemen. 1 keer in de week. Yes. Ik probeer het ook gewoon 1 keer tot 2 keer in de week te doen, ik kan. En ik ga misschien ook weer een keer iets met Erebor doen, maar dan moet ik nog even kijken. Een Let's Tour of zo, weet je veel? Let's Tour. Een Let's Tour. Let's Lekker. Tour. Een Tour! Door Erebor. Ja, maar daar moet ik eerst nog wat dingen voor af hebben. Mm-hmm. Want het seizoen van Damien is natuurlijk nu ook afgelopen. Ja. Maar denk je dat het nog verder gaat? Eigenlijk, denk je dat er nog een seizoen 2 komt? Weet ik niet. Ik denk zelf op het moment wordt er volgens mij niks aan gedaan. Nee. Maar hij heeft zelf ook niet echt veel mensen die voor hem wat willen doen eigenlijk. Ik heb zelf ook al een tijdje voor hem gebouwd. Maar op een gegeven moment dan staat de lol er ook vanaf. En dan wil je eigenlijk gewoon weer wat anders doen. Dus vandaar dat ik zelf nou niet echt mee bezig ben. Ja, heel veel mensen vroegen al aan mij, is het op een andere server? Ja, dat is eigenlijk gewoon even een server die ik nu op het moment host. Maar het is gewoon eigenlijk een soort van bouwserver. Waarin mensen zoals Dennis en ik gewoon dan nog, in ieder geval nog met de mod, nog eigenlijk gewoon dingen kunnen maken. Maar het heeft verder nog niet echt een bepaalde functie met wat we hiermee gaan doen. Misschien komt dat nog wel een keer, maar dat zien we later wel. Het kan voorlopig nog wel even duren als het zo is. Ja. Yep. We zijn nu nog druk bezig met alles te bouwen. In ieder geval, ik kan al wel wat spoileren met waar ik mee bezig ben, want Dennis is natuurlijk met Erebor bezig.
Nou, jullie weten, ik zat in Gondor, dus dan zou ik wel bezig zijn met de hoofdstad van mensen, oftewel Minas Tirith. Maar daar ga ik nog niks van laten zien, dat komt pas eigenlijk als het helemaal af is, dan ga ik er een keer een tour doorheen doen. Maar Peter zegt over een half jaar. Ja, over een half jaar tot een jaar ben ik er denk ik wel mee klaar. Met het tempo wat er nu in zit, schiet het niet echt op. Nee, maar je weet hè, kom je ik hoop bij mij een heel eind daar klaar te zijn. Het duurt nog wel even ook, maar ik denk dat ik er nog zeker 4 maanden mee bezig ben. Half jaar. Maar goed, zulke dingen moet je ook niet af gaan roffelen, want anders krijg je daar geen mooi resultaat uit. Weet ik. En daarom ben ik daar ook gewoon nog even rustig mee bezig in verband met inspiratie. Ik wil niet dat alle huisjes er hetzelfde uit gaan zien, want dat is natuurlijk ook 10 keer niks. Nou, daar heb ik 4 weken de tijd voor gehad. Ja, ik heb nou in ieder geval al, als ik iets mag zeggen, ik heb nou net de buitenste muur af. En ik ben ook nog bezig met de huizen op de onderste laag. En dan natuurlijk nog de landscaping eromheen, dat al best wel ingewikkeld is. Yep. Dus het kan zeker nog wel even gaan duren. Vooral door de hoogtes. Ja, want natuurlijk Minas Tirith staat erom bekend dat het een grote hoge stad is. Dus dan zal het natuurlijk ook wel veel tijd gaan kosten om al die lagen natuurlijk te gaan inrichten. Maar je hebt natuurlijk de onderste laag is natuurlijk het meeste, want dan heb je het grootste oppervlak. Maar daarna zal het wel weer wat kleiner worden. Maar in ieder geval, om dat dus ook weer allemaal te gaan bedekken, kost natuurlijk tijd. Want het is een geheel rond oppervlak. En daarnaast moet je dan nog eens dan telkens naar binnen gaan werken. Want je hebt bijvoorbeeld, je moet eigenlijk gaan calculeren hoe de buitenste ring is. Wat gaat er in de binnenste ring? Wat komt er op de muren te staan? Wat is het hoogste punt van de stad? En allemaal die koek. Dat gaat wel, kom. Oh, ik ben al bijna klaar met deze kans. Ja, het schiet wel lekker op. Sowieso. Nou, dan moeten we de bovenkant ook nog maken. Hè? Maar had ik je dat net gevraagd, maar komt hier eigenlijk dus ook nog een... hoe heet dat op? Dus daar stond hier Gloin met de horen op de blazen. Of Gloin. Ja, Gloin. Ja? Wow. Leon, kijk. Je moet echt alles... Gimli. Ik wou net zeggen, je moet alles opnieuw gaan kijken, man. Ja, maar ik heb het al zo vaak gezien, dan weet je al precies wat een beetje die stukjes zijn. Maar ik vergeet het een en het ander nog wel eens, dus excuses. Noemt hij van plaats de zoon, noemt hij de vader zijn naam. Ja, Gloin en Gimli. Mm-hmm. This is my lad, Gimli. My lad, Gimli. And who is this horrid creature? Ja, this is my wife. Nee, dat is Goblin Mute. Oh ja. Gimli was het horrid creature. My wee lad, Gimli. Ik vond het wel mooi hoe hij dat zei. Er zit wel humor in die films. Ja, dat doen ze expres. Het zijn kinderfilms, hè. Kinderboeken, kinderfilms. Zijn het kinderboeken, ja? Ja. Desondanks zit er wel een leeftijd op van minimaal 12 jaar of zo moet je zijn om het te kunnen zien. Of. Nee, het is misschien kinder. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik de onderkant... Kun ik hier nog wel ietsjes gravel tegenaan leggen? Zo. En dan worden dat uiteindelijk allemaal steen, denk ik, of niet? Ja, daar wordt allemaal een steen omgezet. Wow, je maakt hem dan wel een keer een heel minder stuk stijl. Ja, maar dat mag je ook wel. Nou. Toch, of niet? Nou, dat moet best stijl. Sorry, Dennis, dat ik gewoon niet goed ben in landscapen. Het spijt mij. Daarom moet ik de punt ook landscapen, hè. Vandaag mag je doen. Ik heb helemaal geen... idee hoe we eigenlijk die toren bovenop gaan maken, want begint hij eigenlijk al vanaf deze tegels of is het echt puur die cirkel waar hij in komt te zitten? Nee, dit is gelijk de vorm. Dit is al heel de toren. Oh, dit, ja, maar er moet er gewoon nog wat opkomen of niet? Ja. Ik dacht de bovenkant. Want het is een 5-hoek. Goed zeg. 6-hoek. 6-hoek. 6-hoek, ja. Je moet telkens al die blokken weer pakken om het te kunnen bouwen. Want hier heb je dan gravel, maar dan moet er ook allemaal nog steen worden. Maar ik denk dat dit toch even... Ja, dit wordt gewoon kobbel. Zo, kom. Oh, Dennis. Hoi. Ja? What the fuck? What are you doing, man? Heb ik je ingesloten? Nee. Huh. Ik schrok ervan. Potjan die dikke. Oh ja, hier tussen moet ook nog. Zo. Tegenaan.
onderkant is altijd niet gelijk in de maalstijl, dus ik denk dat dit wel het beste is. Oh, ik krijg wel dikke lag spike opeens. Maar we zitten weer op 30 fps. Maar gaan we dit gewoon weer bouwen, toch? Maar we kunnen dit toch ook wel even simpel doen. Ik heb geen zin om dat namelijk te doen, dus dan pakken we gewoon die. Die. Of niet? Jawel, 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 jawel. De moed. Dan weten de kijkers precies hoe je het moet doen. /, flip noord. /, paste min A. /, rotate 180. /, paste min A. Zo. Tada! Het is gefixt. Alleen die. Deze klok. Ja, het zal wel. Dan gaan we hier bovenop beginnen, denk ik, of niet? Maar kan je hier straks eigenlijk ook in? Dat is de vraag. Even zien hoor, of ik mijn. Oh ja, ik ben mijn facecam. Moet je straks maken? Of de volgende keer? Nee. We zitten nog maar op 11 minuutjes. Dus het valt er mee. Nee, maar we gaan eerst de toren bouwen. We kunnen de volgende keer een weg naar boven maken. Snap je? Ja. Dat bedoel ik. Ik heb een internetpagina erbij staan. Nou, ik moet nou zeker rond de 30, 40 blokken omhoog. Dan komen, ja, over 20 blokken komen de horens pas. Okay. En die horens, die zitten zeg maar, in deze hoek zit een horen, hier zo. Dan zit er hier eentje, en hier eentje zitten er 4 op. 20 blokken zijn, hè? Ja, is goed. Mocht je wel wat stelen. Denk je dat het er meer moeten zijn? Nee, hij moet niet al te hoog worden, denk ik, toch? Nou. Hij mag sowieso wel hoger, maar al te hoog. Hij moet bijna 3 keer zo hoog zijn als de buitenste muur. Als de buitenste muur, dus dat is de onderste muur. Ja. Maar dat is hij ook wel. Ja, maar dat bedoel ik niet die muur, hè? Maar dat bedoel ik van het fort zelf. Oh, nou, dan moeten we nog wel flink wat omhoog. Want ik denk, als het die muur hier buiten ligt, dan moet hij zeker wel 8 keer hoger zijn. Totaal, hè? Maar dan moet niet... Die buiten... Dan heb je wel een mooi uitzicht, jongen. Holy shit. Dat was wel sick. Oeh. Nou, laten we maar eerst gaan bouwen voordat we wat gaan... Kijk wel even op mijn telefoon. Ja, ja, porno is klaar met downloaden, Dennis. Nee, hoef je niet te downloaden. Maar jij streamt het gewoon. Ik ga even goed zitten, man. Oeh. Dat zit toch wel wat beter. Even rechtop. Welk blok hadden we ook weer nodig? Oh ja. Stairs. Heb je eigenlijk is het wel jammer dat je vanuit vanuit Roan niet echt een blok hebt vanuit het grijze blok, weet je wel? Je hebt wel nee, het alleen de meer dat bruinige allemaal. Ja, maar dit kasteel is dus totaal niet bruin. Hè? Dat vind ik wel jammer. Omdat het steen gemaakt is. Ja. Maar toch hebben we heel veel. Holy fuck, waarom plaats ik gravel? Maar toch zit er wel heel veel. Ja, gewoon. Brick in. Maar dat brick kan je niet hakken uit steen, toch? Of wel? Het gewoon steen, toch? Brick smelt het toch op steen? Ja, dat smelt je er toch uit, dat hak je er toch niet uit, of wel? Nee. Per koppel van John smelt, dat weet je zelf toch ook al, jongen? Ja, maar misschien is de realiteit wel anders. Realiteit. Ja, je moet realistisch blijven. In het echt doen ze het volgens mij wel, hoor. Dat struit hakken. Want dan maken ze, dan stapelen ze het op en dan krijg je brick. Dan krijg je een steen. Steentjes lekker opstapelen. Omdat ze het dan vastmetselen. In Minecraft is gewoon een blok wat je in één keer neerzet. Mhm. Ja, dan gewoon... heb je niet eens cement nodig. Nou, 20 jaar later. Ja, er is een extension gekomen voor Minecraft. Ah, wat is er nieuw? Ja, je hebt metsel nodig als je pricks op elkaar wil zetten. Well, GG, well played, Mojang. Maar ik heb ook helemaal geen plaatje gezien van dat ding, dus ik weet eigenlijk zelf niet echt hoe die er geheel uitziet. Nee, maar die toren is helemaal kaal, dus ja, je kunt het qua detail alles op doen wat je wil. Ah, gelukkig. Want van normaal, van de rest weet je natuurlijk wel, maar dat komt puur omdat die onderste muur, die zie je ook helemaal in de film, weet je? En ja, dit ding eigenlijk niet, dat zie je alleen de bovenkant. Met die horens, nou. Heel versneld, daar zie je een klein fragment van, dat vind ik wel jammer. Je ziet soms wel cinematic shots van de... Maar je bent nog met die bocht bezig, oh shit. Ja. Holy damn. Maak het eerst even kaal en dan naar de detail er verder in douwen. Ja, goed plan.
ik ga vanavond nog lekker barbecuen. Ja? Ja, ik morgen. Morgen ben ik verdoemd om te werken. Ja, ik ook, maar ik ga morgen aan barbecuen. Nice one. Nice laddie, malet. Ik hoop dat we lekker sparrups hebben. Oh, lekker. Sparrups. Oh. Moet nooit pittig gekruid zijn, want zijn ze echt niet te eten. Dat is jouw mening. Ja, want in Italië, jongen, godverdomme, want ieder hap is smorzend in de fik. Ja? En mijn pa die geeft wel veel om warm, om zeg maar, gekruid eten. Die had dat op bij de eerste hap weg. Ik had hem voor de helft op. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, weet je waar, laat me zitten. Want ik zit vol. Nee, niet vol. Ik hou het niet meer uit. Twee stond op je voorhoofd. Maar dat is het nadeel in Italië. Je kunt die talen, je kunt zeg maar geen Italiaans. Ik kan geen Italiaans, dus je weet echt helemaal niet wat erop staat. Maar ik kan het ook in het Mongolisch doen, hè. Daar staat, bedoelen ze met heet, bedoelen ze koud. En met koud bedoelen ze heet. Serieus. Maar had je ook gelezen op nieuws dan dat Korea klaar was voor een oorlog, Noord-Korea? Huh? Nee, dat is niet. Het was om 10 uur zouden ze klaar moeten staan voor een oorlog, had ik op nu.nl gelezen. Dat was wel best wel spannend. Nog niks gebeurd. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het allemaal weer VN. Maar wat denk jij nou? Ik snap nee, weet je waar de VN zich mee bezighoudt? Omdat met het Sinterklaas racistisch is. Ja. Daar houdt de VN zich mee bezig. Nederland moet afschaffen. Nou, we kunnen hem beter afschaffen. Zekerste weten. Ik vind dit... Oh, had je dit nog gedaan. Oké. Ja, dat geeft meteen wat diepte aan dat ding. Dus het is sowieso wel mooi. Kijk dan, in één keer hoe hoge toren je krijgt, gek. What the fuck? Je hebt helemaal dat liedje van dat die horens afgaan. Ja, maar die klinkt echt droog, dat liedje. Dat is gewoon... Aan één stuk door. En dan die soundtrack dat ze naar buiten rennen. Ah, orks, jullie gaan allemaal dood. Ik vind dat nog niet de leukste soundtrack. Ik vind de leukste soundtrack nog wel gewoon van de Beacons. Ja. De beacons are lit! De beacons of Gondor are lit! Ik weet niet meer hoe die gaat, man. Ik ben helemaal vergeten. Ik heb die op mijn telefoon staan, heel de vakantie. De beacons of Amadine are lit! Ja, de beacons of Amadine. Amadine of Amadine. Nee, weet ik niet. Amadine kan. Oh ja, ik weet het alweer. Ja, maar je hebt toch echt wel een stukje, dan is het stil. Want dan is het eigenlijk dat moment dat de Theodin, die reageert dan van... Rohan shall answer, zegt hij dan. Ja. Dan heb je even zo'n stil momentje. En dan krijg je weer die Rohan beatje van... Zo van... Master de Rohirrim. Zeggen ze dan master of muster? Maar, weet ik niet. Ik weet niet, want master, het klinkt er als van, zorg ervoor dat er al hierin bij elkaar wordt gesprokkeld. Gesprokkeld? Ja, zo zeggen ze. En dan geeft hij zoveel tijd. Ja, maar je moet binnen zoveel tijd moet je terug zijn en dan wil ik dat je zoveel mannen bij je hebt. Want anders dan rijden we weg. En zonder jou. Anders ben je ontslagen, kut. Ja, ik denk niet dat je iemand zomaar kan ontslaan als je hem een eet hebt afgelegd. Volgens mij was het meer dat je ontslagen werd als je dood ging of zo. Ja. Zo is het gewoon, dat is de realiteit, Dennis. Ik heb er wel een soort van klein raampje in gemaakt, maar ik denk mag, dat mag, zit er ook in. Ja, oké. Okay. Oh, nice. Het is letterlijk één raampje dan, eentje. Oh, lol. Maar dit is het toppunt. Ja, hè? Of gaat hij nog hoger hier? Nee. Heb je al best wel een groot uitzicht? Per uitzicht. Maar ik denk dat ik dit gewoon een keer buiten de opnames ga ik dit alvast een beetje landscapen. Doe ik wel. Oh, mag jij ook wel doen als je dat wil hoor. Moet als jij daar vroeg... Ja, ik moet er flinke bergen van maken. Ja, en dan moet natuurlijk gewoon nog detail worden toegevoegd aan de binnenkant. Ja. Dat is wel meer jouw ding. Yes! I will do that! Man, ook met die warmte word je ook niet echt vrolijk van het opnemen, man. Nope. Maar goed, we hebben nou allebei een dagje vrij. Mm-hmm. Ik zou eigenlijk vandaag eerst naar Amsterdam gaan, maar dat is nou zo'n zeil-event is daar of zo. Ik weet niet of je daar gehoord van hebt. Ja. Perfect voor een aanslag.
Perfect voor naast. Hallo Akbar. Ja. Leon, dat moet je niet zeggen in je video's. Waarom niet? Je haatreacties. Ja, dat had ik net ook al. Daarom. Het is niet lief. Maar goed. Je moet toch een beetje lol en hilariteit hebben in je video's, anders is het ook geen zak aan. Ja, lol zat. Lol zat. Ja. Lol zat met Dennis en Leon, nu in de bioscoop. Nu in de bioscoop. Wie heeft die film geregisseerd dan? Ja, dat was Mel Gibson. Mel Gibson. Everywhere Mel Gibson. Oh, wow. Wat deed je? Ik kreeg een legspike. Oh, sorry. Ik liet het scheetje in het spel. Ik weet niet of dat drastisch is, tegelijk. Ja, zeker. Ga je volgende week weer vloggen, jongen? Ja, vloggen? Oh, als ik naar jou toe ga. Ja. Waarschijnlijk wel, maar ik weet niet of ik wel überhaupt vrij heb. Ik hoop het natuurlijk wel, want ik denk dat er nog introductieweek is. Maar ik weet het niet zeker. Hè? Je hebt introductieweek en dan hoef ik niet naar school, want ik zit natuurlijk niet meer in het eerste jaar. Oh, maar je hebt volgende week al school, dus het is niet werk. Nee, ik heb geen werk. Gelukkig niet, heb ik ook echt geen zin in. Nou, ik dacht dat het werk was, dat jij daarmee moest kijken. Nee, ik heb nou vakantie, joh. Maar ik had zo tegen mijn baas gezegd van, maandag kom ik sowieso, alleen de rest van de week, dat weet ik pas vanaf maandag. Ja. Dus je moet het maandag wel even op tijd al appen. Ik app het al wel overdag zelf, denk ik, dan komt het wel goed. Ja, maar anders weet ik het niet. Maar ik moet aangeven welke dagen vrij moet zijn, of wil zijn. Ja, oké, nice. Die Hornbach. Ik zeg de hele tijd Hornbach. Het is Hornburg, toch? Hornburg, ja. Yeah. Nice. Huh? Oh ja, je hebt hier natuurlijk een ander punt. Weet je waar ik ook alweer de laatste tijd een beetje zin in heb om te spelen? Wat? RuneScape. Dat was echt de shit van vroeger. Ja, maar ik vond er geen reet meer aan. Ja, klopt. Ik kon nooit verder, zeg maar. Je had altijd, daar heb je zo'n bepaalde limiet tot hoe ver je kunt in de map. En ik kon nooit de draak vermoorden. Dus ik kon ook nooit sterker harnas dragen. Omdat je eerst dan de draak moest vermoorden. Zo. Oh ja, dat was de Dragon Slayer quest. Ja, en ik kreeg die draak dus nooit gevonden. Ik wist niet waar die zat. Die zat op een eiland. En is me nog steeds. Ja, en ik wist niet hoe die quest moest beginnen. Dus ik weet het niet. Ik weet het nou nog niet. Soepel Dennis, ik ben al bij de top, ik weet niet wat jij nog verder moet doen aan de zijkant of zo. De zijkant is ook op de top. Maar dit kun je roteren, want dit is de andere kant hetzelfde bij deze. Ik hoop dat de ster snel wel een keer gaan meewerken. Nee, zal wel niet. Waarschijnlijk niet, hè? Nee. Nou, ik zou het ook nog roteren, dan kunnen de ster op dat veranderen. / copy. Oh, wacht, ik typ het verkeerd. Copy. / rotate. Oh, wacht even. Nee, flip. North. / paste min A. Ja, zit hij goed? Ja, hij zit goed. En de trapjes zitten volgens mij ook allemaal goed. Lijkt het wel. Dennis, ga even kijken. Moet alleen een deel van de onderkant. Ja, wauw. Dat is niet vaak. Ja, dat is echt niet vaak. Daar zit allemaal goed. Ik ga van een afstandje kijken. Ja, ze zitten allemaal goed. Je kunt hem nou nog twee keer plakken, hè? Ik kan hem nu gewoon voor de helft doen en dan rotate placement A, weet je wel. Waarom koop je hem weer opnieuw? Je kunt hem gewoon nog een keer rotaten en weer plakken. Ja, maar dan heb ik meteen de halve toren. / pos 1. Komt ie hoor. We hebben hier nou aan één kant de onderkant even weer aan het... Ja. Even het middelpunt opzoeken. Is het middelpunt? Nee, dit is het middenpunt. Ja, en daar met / copy. / rotate. Oh wow, ik typ het verkeerd. / flip. North. Oh, we moeten hem vanaf... paste min A. Oké. Okay, we moeten hem wel denken dat de toren spits is. Hij wordt zeg maar steeds smaller. Ja. Ik denk toch dat ik hier nog wel vanaf moet halen. Klopt hij zo, denk je? Ik denk het wel. Hij is nou helemaal rond, als je goed kijkt. Holy fuck. Dit is echt gewoon een zieke toren, man.
Ik dacht altijd dat hij wat meer in de berg zat. Zit hij ook een beetje. De berg die komt er bijna tot aan de bovenkant aan toe tegenaan. Ja, dus dat moeten we ook nog even aanpassen. Ja, maar dan kun je beter eerst heel de toren af hebben. Ja. En hij zit ook nog tegen het gebouw wat ernaast staat aan. Dus dat kun je best even wel later doen pas. Ja, ik denk ook in ieder geval dat we hier de aflevering gaan afsluiten. Want we hebben al best wel weer veel gedaan. We hebben deze hele toren tot nu toe al gemaakt. En jullie kunnen dan ook weer eventjes rustig aan de gang. In de volgende aflevering gaan wij de top erop maken met de horens. En gaan we nou eindelijk een keer hier die berg afmaken. En dan denk ik dat we eerst vanaf de poort tot dan hier, tot aan deze toren wat gaan doen. En dan de rest van het fort gaan afmaken. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Oh wacht, ik ga naar de verkeerde kamer. Bedankt voor het kijken. Vond je het natuurlijk leuk, doe even een duimpje omhoog. Subscribe op WatchJagger en op Rofness voor meer Let's Builds van The Lord of the Rings. En laat even in de comments achter wat jij graag wil zien dat wij gaan bouwen. Ik heb er wat dingen gezien van Minas Morgul. Osgiliath had ik al gezien. En nog veel meer dingen, maar ik denk dat we misschien nog wel een keer Minas Morgul gaan maken. Want dat is op zich ook wel een leuk iets om te doen. Misschien een Black Gate wel, misschien iets anders. Zoek het even op en laat het achter in de reacties. En dan zien we jullie graag in de volgende video. Dus tot de volgende keer. Ciao!